things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think that. Amen. We gaan het woord op, we gaan het woord in. Vandaag vieren wij Pinksteren. Maar vandaag is het niet Pinksteren. Wij vieren het omdat de hele halve wereld denkt dat het vandaag Pinksteren is. En daar maken we graag misbruik van, omdat het onder onze aandacht is en onder in onze attentie heeft. Maar als we eigenlijk een beetje de Hebreeuwse, laat ik het zo zeggen, de Hebreeuwse kalender gaan volgen, dan is het nog geen Pinksteren. Want Pinksteren is 50 dagen na Pesach. En Pesach was op de zondag, dat wij, nou de maandag dan daarna, dat wij de sedermaaltijd hebben gevierd. Dus we moeten nog een paar dagen wachten voordat het echt de datum is van Pinksteren. Maar wat er op die speciale Pinksterdag gebeurd is, eigenlijk moeten we zeggen op twee speciale Pinksterdagen, want er zijn twee feesten die met elkaar verbonden zijn, die met elkaar te maken hebben. Dat is een doorlopende gebeurtenis tot op de dag van vandaag. Het is eigenlijk voor ons 24-7 Pinksteren. 24-7, wat God toen begonnen is te doen, weet je, en daar gaan we ons een beetje op focussen, hoe bijzonder dat eigenlijk wel is. Oké, Pentecost, het 50 dagen feest, was een door God voorgeschreven feestdag voor de Israëlieten, die ze hielden. En wat wij nu Pinksteren noemen, dat viel samen met dezelfde dag waarop op de berg, bij de berg Horeb de wet van Mozes op stenen tafelen gegrift werden. We weten allemaal dat dat twee keer gebeurd is. En die Pinksterdag, dat is de tweede keer dat, dat de woorden van God op die stenen tafelen geschreven werden. Maar dat was blijkbaar niet genoeg, of niet goed genoeg. Want als we in Jeremia lezen, Jeremia 31 lezen, vanaf vers 31 staat er geschreven: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, let op, het is niet zomaar iets, met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Halleluja. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, dus niet meer op stenen tafelen, maar de wet van God in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Niet op stenen tafelen, maar in ons hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf de kleinste toe tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer denken. Dat is dus in verband met het nieuwe binnenste, het nieuwe innerlijk, het nieuwe verbond dat spreekt over de wedergeboorte. In Ezekiel 36 lezen we het op deze, op een andere manier. Ezekiel 36 vers 26, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Dus hier heb je de belofte van het, de nieuwe geest die in je binnenste zal komen. Ik zal het hart van steen, ja, dat wijst naar, naar die stenen tafelen, ja, daar moest God het in krassen. Ja.
uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dus dit is de manier waarop Ezechiël beschrijft. Het gaat over een nieuwe geest. Het ene gaat over de wet van God die in het innerlijk wordt geschreven. En de andere gaat over de geest waarin, de geest waarmee. En dat is dus de wetgeving twee keer. Eerste Pinkster gebeuren was bij de berg Horeb op de stenen tafelen. En de tweede Pinkster gebeuren, dat was dus wat wij lezen in Handelingen 2. En daar gaan we dan eventjes naartoe. Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, oftewel aanbrak, waren zij allen eensgezins bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel, niet een stel stenen tafelen op hun liggen, een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vulde heel het huis waar zij zaten. Weet je, als het hier wel eens stormt op zolder, dan hoor ik de wind buiten. Maar ik hoor nooit de wind binnen. Hier was de wind binnen, dat geluid. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen, zeg allen, allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus hier zien wij dat het spreken in tongen, spreken in andere talen, kosher is. Het is Bijbels. Het is vaak het eerste verschijnsel van de vervulling en de doop met de Heilige Geest. Niet het enige, niet het laatste, God verhoede, dat het laatste is wat je merkt van de Heilige Geest. Er is meer, maar het is het begin. Wat we hier lezen is het begin van dat nieuwe verbond. Het begin van de vervulling met de Heilige Geest. Ook het begin van de vervulling van de belofte van God aan Israël en Juda. Niets van Israël is afgeschreven, daar hebben we niks meer mee te maken. Nu hebben we die kerk, en aan die geef ik de Heilige Geest. Nee, het is het begin van de vervulling van de belofte aan Israël en Juda. Helaas nog maar een gedeeltelijke vervulling, maar er komt een totale, complete vervulling van deze belofte. Die komt eraan. Gaat niet lang meer duren. De schattingen tussen de 8 en de 7 jaar. Dan zou het kunnen. Ze werden we dus allemaal. Nou, dat maakte nogal indruk. Hè? Allerlei akoestische en fysieke verschijnselen en dergelijke. En iedereen komt kijken. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? En dergelijke. Ze vragen zich af wat. Hè? En dan horen ze die mensen allerlei rare talen en tongen spreken. En rare dingen zeggen. Nou, hè, zijn ze dronken? Wat is hier gaande? En dan lezen we verder in vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hem. Joodse mannen. Ik probeer een beetje de nadruk hierop te leggen. Joodse mannen. En dan nog eens een keer. Dit is het nieuwe verbond dat ik in die dagen zal sluiten met Israël en met Juda. Hij spreekt hieraan. Dit zijn Joodse mannen, Joodse mensen, Israëlieten. Die worden aangesproken. Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont. Er woonden ook blijkbaar nog geen Joodse mannen. Dit moet u bekend zijn. Laat mijn woorden tot u doordringen. Hè, dat ze niet dronken zijn. Maar vers 16. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Joël heeft er ook over gesproken. Ik heb twee teksten uit Jeremia en uit Ezechiël aangehaald. Er zijn meer teksten nog over. Maar hij haalt Joël aan. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Voorheen was het verschijnsel dat de geest uitgestort werd op bepaalde personen. Mensen die door God geroepen werden aangesteld tot leider of richter van Israël. Daar kwam de geest van God op die persoon, profeet of op David als koning of
op een priester of whatever. En dan kwam de geest van God en die ging die persoon leiden, aandrijven, aanzetten tot bepaalde dingen doen en niet doen en zeggen en dergelijke. Maar nu is de belofte dat die geest niet gegeven wordt aan specials. Aan bepaalde types uitverkoren. De belofte hier, die zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dat werd meestal een beetje voorbehouden aan de wat oudere mannen. Zelfs de zonen en de dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. Boven een bepaalde leeftijd is een middagdutje zeer aan te bevelen, ook voor christenen. En als je dingen in je droom krijgt, ik heb de week in een droom een openbaring van God gekregen en een richting van dingen die ik moet doen. Dus ik hoor tot die categorie. De ouderdom, dan komen die dingen tot je. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen. Weet je wel, in deze maatschappij zijn dienaren en dienaressen staan niet een hoog aanzien. Mensen vinden gewoon, mensen die het gewone werk doen, die worden, in de politiek is een hele heisa van dat eigenlijk alles maar draait om hoogopgeleide mensen en dergelijke. Maar men komt erachter dat de mensen die gewoon iets kunnen met hun handjes, misschien nog wel belangrijker zijn. Als de mensen die allerlei leuke plannetjes uitdenken zonder enig contact met de realiteit of wat de gevolgen ervan zijn. Maar goed, dat is politiek. Dus ook op de mensen die niet hoog in aanzien zijn. Die denken van, ik doe maar simpele dingen. Ik doe maar eenvoudige dingen. Ik sta in de keuken koffie te schenken. Weet je dat koffie schenken in de keuken een geestelijke taak is en een geestelijke roeping is? Dat het voor sommige mensen die hier voor het eerst komen doorslaggevend is of ze blijven of niet, hoe ze behandeld zijn aan dat koffieloket. Dus ook de meest simpele, zogenaamde simpele taken zijn belangrijk, zijn waardevol. Jezus heeft gezegd van, in de wereld, daar gaat het om de leiders. Maar onder jullie zal het niet zo zijn. Wie onder jullie de grootste wil zijn, zal aller dienaar zijn. Er is niets om je voor te schamen om een dienaar te zijn in het koninkrijk van God. En zogenaamde simpele dingen te doen. Daar is geen schande in. Ook op die mensen wordt de Heilige Geest uitgestort. Waarvoor? Om die simpele dingen te doen onder leiding van de Heilige Geest. Want dan wordt het een andere kwaliteit als dat je het zonder de Heilige... Je kan dingen doen uit routine. Je kan ze doen uit verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan van alles en alles nog doen. Maar God wil zijn geest uitstorten op alle vlees. Iedereen. Niemand hier uitgezonderd. Dat is waar het om gaat. Dan ga ik even verder. En dan gaat Petrus aan de Joodse mannen en allen in Israël uitleggen wat er gebeurd is. En dan heeft hij het over, wij gaan eventjes naar vers 22. Israëlitische mannen. Hier weer Israël wordt aangesproken. Israëlitische mannen. Dus het is nog steeds, de belofte is voor Israël. De belofte is voor Juda. God heeft Israël en Juda niet verworpen. De belofte van God zijn onberouwelijk. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is. Hoe weten ze het? Door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u zelf heel goed weet. Deze, ik zeg maar even Yeshua. Ik wil overstappen van Jezus naar Yeshua.
Ik probeer mezelf daarin te trainen. Dat woord Jezus wordt in mijn omgeving van mijn werk te veel op andere manieren gebruikt. Ik heb het over Yeshua. Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen door de handen van onrechtvaardigen. Dat waren de Romeinen, aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan. Door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dus hij getuigt hier van de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Dat is eigenlijk de boodschap waarmee Israël aangesproken wordt. Hij heeft de dood overwonnen. En we gaan even naar vers 31. Daarom verzag hij dit en zei over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan we alle getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dat is dus de uitstorting van de Heilige Geest. Vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Yeshua die u gekruisigd hebt. En dan krijg je vers 37, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Dat is het getuigenis wie Yeshua is. De Zoon van God, die de dood overwonnen heeft, zit aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest heeft uitgestort. Toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen de Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, en dan heeft hij het over vier noodzakelijke dingen. Vier dingen die noodzakelijk zijn. Bekeer u, dat is punt 1. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Dat is punt 2. Geen uitzonderingen. Ieder van u gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot punt 3. Vergeving van de zonde. En dan is waar het uiteindelijk om gaat. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Deze vier dingen zijn noodzakelijk om een christen te kunnen zijn, om een christelijk leven te kunnen leiden. Deze vier dingen zijn noodzakelijk. Je moet je bekeren, dat betekent anders gaan denken, je denken over God gaan veranderen. In dit geval was het anders gaan denken over Yeshua, wie hij is, wat hij is. Hem gaan erkennen als de Zoon van God. Daar gaat het in eerste instantie om, er wordt veel uitgelegd van bekering van zonde. Er is ook sprake van bekering van zonde, maar dat is even een ander punt. Het gaat hier in de eerste instantie dat je gaat beseffen wie God is en dat je gaat beseffen wie Yeshua is. Dat je daar je gedachten over verandert, daar begint het mee. En laat je dan ieder van u gedoopt worden. Heel veel mensen laten zich niet dopen. Waarom? Omdat de zogenaamde kerk, oftewel organisaties die zich voor kerk uitgeven, maar meer belang hebben bij het controle uitoefenen over mensen, van de doop iets gemaakt hebben als lidmaatschap van een organisatie. En de doop is niet lidmaatschap van een organisatie. De doop is ingebed worden, ingenomen worden in de dood en de opstanding van Jezus Christus. Deel worden van zijn lichaam, deel gaan krijgen aan zijn dood, deel gaan krijgen aan zijn opstanding. Dat is de doop. Ik hoef me niet te laten dopen. Idioot, je weet niet wat je mist. Je mist die inbedding in het lichaam, in de dood en de opstanding van Jezus Christus als je je niet laat dopen. Je bent een idioot als je het niet doet. Sorry dat ik het zeg. Je beseft niet waar de doop om gaat. Het is geen ritueel, het is geen formaliteit.
Het is daadwerkelijk in de dood en de opstanding van Jezus samengevoegd worden, één worden met hem. Dat is waar de doop van belangrijk is. En al deze dingen, bekering, doop, dank ontvang je, de vergeving van de zonde, ook die moet je ontvangen. Je moet het tot je nemen, vergeving van de zonde. Dat jij nu iets anders bent dan wat je was. Je bent niet meer die oude mens, al het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Weet je, dat moet je tot je nemen, dat moet je identiteit worden. En die drie voorwaarden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Daar gaat het om. Dat is waar het naartoe moet. De gave van de Heilige Geest is geen optie. Het is niet, oh, beetje leuk voor die rare Pinkstermensen, die allemaal rare dingen doen, rare talen spreken. Sommigen maken er ook nog rare lichaamsbewegingen bij, of gaan over de grond rollen en allerlei gekke dingen. Hè? Of barsten in lachen uit, of weet ik veel wat allemaal. Weet je, kan mij niet schelen hoe een lichaam reageert op de aanwezigheid of de vervulling van de Heilige Geest. De een reageert zo en de andere reageert zus. Het gaat om het ontvangen van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kan je niks. Jezus zei niet voor niks tegen zijn discipelen die 3,5 jaar met hem hadden gewandeld, met hem meegelopen waren, die al wedergeboren waren. En hij zei, en jullie gaan mijn getuigen zijn. En zei, doe niks, blijf in Jeruzalem totdat je de gave van de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan kan je aan de slag. Jezus zelf, hij is het woord van God dat vlees geworden is. Hij is het woord van God die zijn heerlijkheid had afgelegd en mens geworden is. Jezus heeft geen vlieg uit de dood opgewekt totdat hij vervuld werd met de Heilige Geest. Jezus heeft geen preek gehouden, geen onderwijs gegeven, niets gedaan totdat hij vervuld werd met de Heilige Geest. Wie denk jij wel dat je bent dat je het zonder kan? Weet je? We gaan naar Romeinen 8. Romeinen 8 van vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe kom je in Christus Jezus? Door je te laten dopen in de naam van Jezus Christus. Zo kom jij in Christus Jezus. Door je te bekeren, anders te gaan denken over hem en je te laten dopen. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is dus geen veroordeling, er is geen verdoemenis voor hen die A, in Christus Jezus zijn en B, wandelen naar de geest. Want op het moment dat je wandelt naar het vlees, ook al ben je 10 keer wedergeboren, sorry, dan is er nog steeds veroordeling. Je moet dus wandelen naar de geest. Hoe kan je wandelen naar de geest? Dat kan je alleen maar door de geest. Als je geleid wordt door de geest. Dat is waar het om ging. God wil een volk, een groep mensen maken die niet allemaal belangrijk zijn en belangrijke dingen doen. Maar die geleid worden door zijn geest. De mensen die door zijn geest geleid worden, die kunnen het koninkrijk van God bouwen. Die kunnen de dingen doen van het koninkrijk van God. We gaan eventjes door, want het is, ik kan hier 6 preken over houden. Vers 8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Oftewel, je moet de geest van God ontvangen om niet in het vlees te kunnen wandelen, maar in de geest te kunnen wandelen.
Je kan niet in de geest wandelen zonder de geest van God. En er staat er zelfs letterlijk, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Weet je, de Heilige Geest is geen optie. Wat is de geest van Christus? Dat is de Heilige Geest. Er is geen andere geest als de geest van Christus. De geest die in Christus woonde, die in Christus werkte, dat is de Heilige Geest. En als die niet in je woont, ben je niet van hem. De doop met de Heilige Geest is geen optie. Het is een noodzakelijkheid. Om als christen te kunnen leven, te kunnen wandelen. Ja, je kan leven en wandelen met allerlei tradities. Opgevoed met allerlei regels en dingen. Doe dit niet en doe dat wel. En dan kan je je netjes gedragen en goed gedragen. En een heel keurig leven in de ogen van andere mensen. En in de ogen van de kerkleden. Maar als de Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Christus niet in je woont, is het niks anders als opvoeding. Het is misschien een betere opvoeding als die van anderen. Maar een betere opvoeding gaat jou niet behouden. Een betere opvoeding gaat jou niet redden. Het is de inwoning van de Heilige Geest die noodzakelijk is. En dan staat erachter, als Christus echter in u is, en dan komt een zin die heel krom vertaald is, ik ga er geen studie over geven, maar eigenlijk moet je hem zo leven. Zelfs al zou de dood in dat lichaam werkzaam zijn, hè, door ziekte, gebrek, dat soort dingen, vanwege de zonde, maar de geest geeft haar leven vanwege de gerechtigheid die gekomen is in Christus Jezus. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Dit is zo ontzagwekkend. Als de geest van hem, die Christus uit de dood heeft opgewekt, in jou woont. Dat is dus de geest van Christus. Dat is die Heilige Geest. Die moet in jou gaan wonen. Die moet in jou intrek nemen. Die moet woning in je gaan maken, die moet in je gaan functioneren. Weet je wat zo bijzonder is aan de opstanding van Jezus? In Matthäus kunnen we lezen, een opdracht aan ons, dat wij de zieken moeten genezen, de demonen moeten uitdrijven, de melaatsen moeten reinigen, en dat we de doden moeten opwekken, en dat we de evangelie moeten prediken. Opwekken van doden, hoe gaat dat meestal? Nou, dan gaat er iemand bidden en spreken. Er was helemaal niemand in de buurt van het graf om voor Jezus, voor zijn opstanding te bidden. Bij Lazarus kwam Jezus nog aan en hij riep Lazarus uit het graf. Er was helemaal niets en niemand die kwam bij Jezus om hem uit het graf te doen opstaan. Er was niemand die ervoor bad. Er was niemand die ervoor ging vasten, er was niemand die ervoor ging geloven, er was niemand die ervoor ging preken. Hij zelf, door de geest die in hem woonde. In Johannes 10 vers 17 staat, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven. En ik heb macht het opnieuw te nemen. Dus Jezus zegt, ik heb niets en niemand nodig, want het gebeurt door de geest die in mij woont. De geest die in mij is, de geest van Christus. De geest van Christus was zonder tussenkomst van een ander. Kijk, er was natuurlijk, en zo werkt het altijd, je hebt het woord was al gegeven. Het woord was er gesproken dat hij 3 dagen in het graf zou zijn en op de 3e dag zou opstaan. Het woord was al lang bekend, het stond al 100 jaren in het woord van God. Maar het werd geactiveerd op het juiste moment door de Heilige Geest. De Heilige Geest activeerde op het juiste moment het juiste woord. Dit alleen al is iets wat je zou moeten opschrijven.
hoe dingen werken. Op het juiste moment activeerde de Heilige Geest het woord van God dat God gesproken had en deed de Heilige Geest het lichaam van Christus uit de dood opstaan. Als diezelfde Heilige Geest, die Christus uit de dood heeft doen opstaan, in jou woont, wat zou die Heilige Geest niet in jou en door jou kunnen doen? Als deze geest in staat is om het dode lichaam van Christus, en het was dood, neem van mij aan, het was morsdood. Het was 3 dagen lang morsdood. Er zat zelfs geen druppeltje bloed meer in. Er kwam geen bloedtransfusie aan te pas. Er werden geen slangen aangesloten. Maar puur de Heilige Geest van God, die in hem woonde, activeerde het woord van God. En dat was bij machte om hem uit de dood te doen opstaan. Wat kan de Heilige Geest in jou, in mij doen, wanneer hij in mij en in jou het woord van God activeert? Dan is niets onmogelijk. Dan zijn niet altijd de dingen mogelijk die wij wensen. Niet altijd de dingen mogelijk waar wij onze zinnen op gezet hebben. Maar de dingen die God gezegd heeft, die God gesproken heeft, zijn mogelijk op het moment dat de Heilige Geest die in je woont het woord van God activeert. En dat is waarom er Pinksteren moest zijn. Dat is waarom de Heilige Geest moest uitgestort worden. En dus niet op speciale gezalfde personen. De voorgangers, de bisschoppen, de profeten, de dominees, de grote... Nee, op alle vlees. Iedere man, iedere vrouw. Dat is waarom Petrus zegt, u heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Wij zijn gemaakt tot ieder persoon in het lichaam van Christus die zich bekeerd heeft, die zich heeft laten dopen in Jezus Christus, die vergeven van zijn zonden ontvangen heeft en de Heilige Geest ontvangen heeft, is een koning en priester van het koninkrijk. Dat betekent, jij hebt gezag over omstandigheden en dingen en dat betekent dat jouw gebeden, jouw voorbeden macht heeft in de hemelse gewesten. En dat heb je vanwege en door middel van de Heilige Geest die in jou woont. De Heilige Geest die dingen in jou activeert. Die in jou dingen doet. Ja, hoe zit het dan met de wet? Hoe is er een wet tegenover geest? De Bijbel maakt geen tegenstelling tussen de wet en de geest. De Bijbel maakt verschil tussen de wet, tussen de geest en het vlees. De tegenstelling is vlees en geest. Dat is de tegenstelling. Want de wet van God werd gegeven en geschreven door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal nooit tegen de wet ingaan. Zal iemand die geleid wordt door de Heilige Geest liegen? Zal iemand die geleid wordt door de Heilige Geest stelen? Zal iemand die geleid wordt door de Heilige Geest de naam van God ijdel gebruikt worden? Ik zei het een beetje krom. Ijdel gebruiken. Mensen die door de Heilige Geest geleid worden, als het de Heilige Geest is die ze leidt, zullen niet zondigen. Wij zitten met een probleem, namelijk dat wij niet alleen de Heilige Geest in ons hebben wonen, maar dat het vlees ook nog bij ons aanwezig is. Niet alleen dat het vlees nog bij ons ingewezen, maar ook nog een heleboel verkeerd denken, verkeerde theologie, verkeerde opvattingen, verkeerde normen, verkeerde waarden die ons door religie, door traditie, door opvoeding, weet ik wat allemaal zijn bijgedragen, die inhaken op ons vlees, die ons vlees appelleren. Dus ons grootste probleem is
Hoe laat ik die Heilige Geest die in mij woont, hoe laat ik die Heilige Geest functioneren in mijn leven? Dat is de grote truc. Hoe krijg ik die geest aan het werk dat ik door die geest geleid word en niet door het vlees geleid word? En dat is een punt, dat is iets wat je moet leren. Je moet je zintuigen oefenen. Hebreeën zegt ergens, voor hen wie hun zintuigen geoefend hebben. Je moet je zintuigen oefenen, trainen in het onderscheiden. Wat ik nu denk, wat ik nu voel, is dat van het vlees of is het van de geest? Weet je? En daar zit onze grote uitdaging. En dat is niet altijd zo even eenvoudig. Maar het voelt me te ver om daar nu een hele studie over te geven. Ik heb een boek geschreven. Ik vind het zelf mijn belangrijkste boek. En dat gaat dus over het geweten, de Heilige Geest en het vlees. Dat zijn eigenlijk de drie leidinggevende stemmen in iedere wedergeboren christen. En dat boek probeer ik dus op Bijbelse gronden het onderscheid een beetje uit te leggen van hoe werkt het vlees, hoe werkt de Heilige Geest en hoe werkt je geweten. Dat geweten dat hangt er namelijk een beetje tussenin. Sommige mensen verwarren het geweten met de Heilige Geest en dat is niet automatisch zo. En de Heilige Geest is het niet altijd eens met jouw geweten. Maar een voorbeeld te geven. Jouw geweten klaagt je niet alleen aan als je iets fout doet, maar jouw geweten rechtvaardigt jou ook om iets wel te doen. Om maar eens een voorbeeld te geven. Ik weet dat ik niet mag lasteren, maar wat die nu en nu gedaan heeft, hoe die zich nu gedragen heeft, nou, dan zal ik eens even precies vertellen. Weet je, dan is jouw geweten rechtvaardigt jou om dingen te doen die de Heilige Geest never nooit zal doen. Om maar een voorbeeld te geven van, het zit niet altijd op één lijn. Maar, en dat is wanneer je geweten onder invloed van je vlees staat. Namelijk om jezelf te rechtvaardigen, jezelf rechtvaardig te maken. Zo, dat zijn van die conflicten. Dus, maar dit is Gods bedoeling, dit is Gods plan. Een volk te maken dat geleid wordt door zijn Heilige Geest. En niet een Heilige Geest die maar in de lucht zweeft. Want in Johannes 16 zegt hij, staat geschreven, dat die Heilige Geest die zal komen, zal niet uit zichzelf spreken, maar hij zal het uit het mijne halen en hij zal het u verkondigen. Wat is het mijne? Jezus is het woord van God. De Heilige Geest zal spreken vanuit het woord van God. Dat betekent dus twee dingen. Het woord van God moet rijkelijk in je wonen, zegt onze Bijbel. En de Heilige Geest moet de ruimte krijgen om het woord van God in jou, door jou te activeren. Dat is de ruimte. En dan mag je je naar uitstrekken. Dan mag je om gaan bidden. Dat mag je gaan verlangen. Want dat is Gods wil. Dat is wat God wil voor jou. Als jij leert door de Heilige Geest geleid te spreken, te handelen, te wandelen, dan gaan er wonderen gebeuren. Dan gaan er tekenen gebeuren. Weet je? En dat kan op alle niveaus. Dat kan ook op het moment dat jij als dienaar, dienares gewoon de wc schoon staat te maken. Of dat je stofzuiger ter hand neemt. Of, weet je, al dat soort taken en taakjes binnen de gemeenschap. Weet je, is niet de een belangrijker als de ander. Het gaat erom dat dingen uitgevoerd worden door iemand die geleid wordt door de Heilige Geest. Dat zien we ook in Handelingen 6. In Handelingen 6 kwam de gemeente die maar groter en groter en groter werd voor praktische problemen.
Maar wij als oudste ervaren dat ook, dat naarmate de gemeente groeit, het aantal praktische problemen ook groeit. Met een heel klein clubje kun je dingen onderling allemaal makkelijk oplossen, maar wanneer dingen groter worden, dan moet er meer gebeuren en meer handjes nodig en weet ik veel wat allemaal. En dan moet je daar... Heel belangrijk was in die tijd, er was geen sociale dienst, er was geen voedselbank, er was geen sociale voorzieningen, dat bestond allemaal niet. Weet je, als je niet op de een of andere manier kon werken of aan de kost kon komen, dan was je afhankelijk van of anderen je een doos met van alles, chocola en dergelijke, kwamen toeschuiven. Dat gingen ze organiseren, dat gingen ze regelen binnen de gemeente. Waarom? Omdat de apostelen te veel in beslag genomen werden door die praktische zaken. En niet meer toekwamen aan waar zij voor geroepen waren, namelijk de verkondiging van het woord en het gebed. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond een gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeuws sprekende. Omdat hun weduwe bij het dagelijks dienstbetoon, dus de voedselbank, over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord te verkondigen om de voedselbank te bedienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, een beetje betrouwbare personen, die een opleiding tot manager hebben gevolgd, die hebben geleerd Excel-sheets uit te printen, die hebben geleerd PowerPoints te maken, die hebben geleerd roosters te kunnen maken. Nee, dat is... Ze moeten iets praktisch doen. En wat is hun eis? Wat is hun functievoorwaarde? Vol van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest. Weet je, op het moment dat de gemeente in praktische noden gaat voorzien, zul je zien dat er ook allerlei personen op af zullen komen, die praktische voorziening gewoon eigenlijk niet nodig hebben, maar gewoon te lui zijn om ervoor te werken. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat gebeurt gewoon. Nou, dan sta jij bij die voedselbank. Ja, hoe zie je dat? Hoe weet je van wie precies wat nodig heeft? Hoe weet je nou van, ook als je koffie gaat drinken, heeft die persoon heeft nu koffie nodig en de melk nodig of heeft die aandacht nodig? Weet je, dat zijn dingen waar je de Heilige Geest voor nodig hebt. Dan heb je de Heilige Geest ook nodig om die praktische dingen te doen. Om te zien wat is er nu op dit moment belangrijk. Er zijn geen onbeduidende, betekenisloze taken in de gemeente. Alles is belangrijk. Alles is belangrijk. De oudsten zouden niet zo in beslag genomen moeten worden met praktische taken zoals het op dit moment hier gaat. Want dat houdt ons af van de aandacht die wij moeten besteden aan de mensen die er zijn en die binnenkomen en hun geestelijke gezondheid, laat maar even zo zeggen. Want wij als oudsten zullen verantwoording moeten afleggen voor de geestelijke gezondheid van de mensen die hier komen. We zijn daar verantwoordelijk voor. Als je er dan geen aandacht aan geeft, weet je, maar je bent te druk bezig geweest met stofzuigen en... Er is hier geen oudste die zich te beroerd voelt om te stofzuigen. Of om de wc schoon te maken. Je moet het mij niet laten doen als je schone wc's wil hebben. Maar stofzuigen lukt me dan wel. Maar nee, begrijp je? Weet je, in het lichaam van Christus is alles is nodig. Alles is waardevol. Alles is voor de Heer. Je dient het lichaam van Christus. Van wie is het lichaam van Christus? Dat is van de Heer. Alles wat je hier doet, doe je voor de Heer. Doe je voor zijn lichaam. Doe je voor zijn broeders en zusters.
dan is de geest waarin je dat doet, de mentaliteit waarmee je dat doet, is belangrijk. Die doet ertoe. Die doet ertoe of een broeder of een zuster gekrenkt wordt of opgebouwd wordt. De geest waarin je die dingen doet, doet ertoe. Weet je, zelfs die dingen, ik zeg, ja, ik kan het wel gewoon doen, want ik weet hoe een koffiezetapparaat moet bedienen. Ik weet hoe een stofzuiger werkt. Ook zelfs dan is de geest waarin je het doet, de houding waarin je het doet, is belangrijk. Het is niet zomaar wat, weet je. Het is belangrijk. God vindt het belangrijk. God let op details. He? Hij let op de musjes. Hij heeft een rekenmachine waarin hij bijhoudt hoeveel haren op je hoofd je al kwijt bent. Het is allemaal precies vastgelegd. Daar heb ik niet in jaren gedacht, maar ik heb eens een hele uitvergrote foto gezien van een hoofdluis. Echt zo'n grote foto. Van hoe dat beestje in al zijn vormen en alles precies zo gemaakt was, dat die perfect kon wonen in een mensenhaar. Wij zeggen nu getver. Maar een hondenluis is weer anders gebouwd, omdat hondenhaar anders gebouwd is. Dat is echt zo. Ik heb het over hoe gedetailleerd onze God is. Dat wij nu last hebben van een hoofdluis is wat anders. Dat komt door het verval van de schepping. Maar ik denk dat die beestjes in oorsprong geschapen zijn om ons te dienen. Met de wedergeboren hoofdluis hebben wij geen shampoo meer nodig. Maar als je verdiept in de schepping, weet je, dan is er heel veel wat nu, zeg maar, ja, we zeggen nu virussen, schadelijk, weet je wel. Zonder virussen kunnen wij niet leven. Wij kunnen niet leven zonder virussen, zonder schimmels, zonder bacteriën. Maar ze moeten wel hun juiste taak doen en zich niet aan andere dingen, met andere dingen bezighouden. Maar wij zijn zo gemaakt dat onze lichamen kunnen niet zonder. Als je alle virussen in je lichaam zou uitroeien, zou je binnen 3 dagen dood zijn. Dus er is heel veel in de schepping. Wist je dat een plant met dorens, dat dorens zijn niks anders als een stijf opgerold blad. Als je een doren in water legt en laat verzachten, kan je hem uitrollen. En dat is gewoon, het is niks anders dan gewoon een groen blaadje dat stijf van de angst is opgerold. Ja, mis. Ik meen het serieus. Weet je, onze God heeft zoveel aandacht voor details. Dat tot in de kleinste levende wezens, in de kleinste cellen zijn de dingen door hem goed ontworpen. Met een goede functie, met een goede bediening. Het is door de val van de schepping, het verval van de schepping, dat de dingen uit hun verband zijn geraakt. Weet je? Slangengif. Wie heeft er nou bedacht om een slang gif te geven? Is niks anders dan de sappen die hij nodig heeft om zijn voedsel te verteren. Weet je? Zo kan je de hele schepping kan je door. God heeft de dingen tot in de kleinste details goed gemaakt. Er zijn geen onbelangrijke details. Ik ben helemaal van mijn spoor af, jongens. Ik word nu te gedetailleerd. Maar ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Weet je, als wij niet kunnen leven zonder bacteriën, schimmels en virussen, wij kunnen zeker niet leven zonder de Heilige Geest. Ben weer terug. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. Dus deze 4 dingen zijn noodzakelijk. Bekering. Laat je dopen. Ontvang de vergeving van je zonde. En ontvang de Heilige Geest. Dat is het startpunt. En daarna leer je in de wandel. Leer je door vallen en opstaan onderscheid te maken
tussen wat van de geest is en wat van je vlees is. En dat is niet altijd simpel. En dan maakt iemand wel eens brokken mee, en dan maakt iemand wel eens fouten mee. Dan moeten we elkaar niet veroordelen en niet verketteren, maar elkaar helpen en samen zoeken. En misschien zit jij, die het allemaal zo goed ziet, er ook wel eens naast. Weet je, zo vaak in de Bijbel zie je dat ze God zochten, dat ze aan het vasten waren en het bidden waren voor God. En hoe komt dan het antwoord van God? Doordat de Heilige Geest gaat spreken. Doordat de Heilige Geest dingen gaat aangeven. Doordat de Heilige Geest dingen gaat zeggen. Doe dit wel en doe dat niet. Zend Paulus en Barnabas uit. Naar die en die streken. En op een gegeven moment denken ze, nou, we willen nog meer mensen bereiken voor het evangelie. En de Heilige Geest staat ze niet toe om naar dat gebied te gaan. Ja, maar die mensen moeten ook gered worden, heilige. Nee. Even andere prioriteit. Weet je, soms gaat dat zo. Daar moeten we open voor staan, daar moeten we gevoelig voor zijn. Dat het wel eens anders kan zijn en anders kan gaan dan wij bedacht hebben en dat wij... Maar hij weet het. Godzijdank. Ik hoef niet alles te weten. Ik hoef niet alles te begrijpen. Ik hoef niet alles te kennen. Om gewoon te kunnen functioneren. Er is er één die alles weet. Er is één die alles kent. Er is er één die weet wat er gaat te gebeuren staat. Er is er één die weet in wat voor toestand die is. En wat voor toestand die is. En of die ontvankelijk is of niet ontvankelijk is. Of whatever. Er is er één die dat weet. En die communiceert dat aan ons door de Heilige Geest. Halleluja. Laten we God danken voor zijn geest. Laten we God danken voor zijn Heilige Geest. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat u ons gegeven heeft. Uw woord dat levend gemaakt is. Uw woord dat Yeshua HaMashiach is. Wij danken u daarvoor. En wij danken u ook voor uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die het woord levend maakt. Uw Heilige Geest die het woord waar maakt. Uw Heilige Geest die het woord kracht geeft, wonderbaarlijke, bovennatuurlijke kracht geeft. Wij danken u ook voor uw belofte aan Israël, aan Juda. Dat u een nieuw verbond met hem heeft gesloten. En dat u dat nieuwe verbond gaat nakomen. En dat de dag zal komen dat heel Israël behouden zal zijn. Heel Israël zal vervuld worden met uw Heilige Geest. Wedergeboren zullen worden in en door hun Yeshua HaMashiach. Dat ze ook de Heilige Geest, hun Ruach, zullen leren kennen en daarin zullen stromen en zullen functioneren. Vader, we danken u dat u al bezig bent met en door uw geest. Of ze het nu beseffen of niet beseffen, u bent al met Israël bezig. U bent hen al naar huis aan het brengen. U bent hen al aan het voorbereiden op de komst van hun heiland, hun Heer en hun Verlosser. Ook onze heiland, ook onze Heer en Verlosser. Dank u wel dat wij hem al mogen kennen, dat we hem al mogen weten. Maar wij danken u ook dat hij zich zal openbaren aan zijn broeders en zusters uit Israël. Uit Isaac, Abraham, Isaac en Jacob. Dank u wel dat u een God bent die uw belofte waarmaakt, die uw woord waarmaakt, die doet wat u gezegd heeft en die volbrengt wat u beloofd heeft. We danken u daarvoor en loven en prijzen daarvoor in de heilige naam van onze Yeshua, onze Jezus Christus. Halleluja. Geprezen is hem. Amen. Volgens mij heb ik het goed gedaan. Whatever things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think that. Whatever things are good, whatever things are pure, whatever things are lovely, think that. Keep your heart.